En we gaan snel door met onze volgende gasten. En de eerste is Herman Eidems. Hij is directeur innovatie en strategie bij Mijnwater. Dat is een duurzame energieleverancier. En hij is een van de trekkers van dat D2 Grids project, wat nu al een paar keer gevallen is. En hij weet als geen ander wat vijfde generatie warmtenetten zijn. Hij gaat in op het ontstaan en ontwikkeling van het net in Brunsum. Dat warmtenet, is mij verteld, komt op dit moment het dichtst in de buurt van een vijfde generatie warmtenet. Dus dames en heren, de vloer is voor Herman Eidems. Goedemiddag. Kijk, ja, daar komt mijn presentatie. Ik wou beginnen met een filmpje en ik hoop dat die start. Is dat, moet ik daarvoor ergens op klikken? Nee, dat filmpje gaat niet lukken, dan ga ik gewoon verder met mijn verhaal. Te beginnen, vijfde generatie denken. We worden hier bij het Mijnwaternetwerk Europees toch wel gezien als een van de koplopers die met dat vijfde generatie bezig zijn gegaan. Maar het gebeurt niet alleen in Heerlen en niet alleen op allerlei plekken in Europa. Ook hier in Nederland hebben we een project van TKI Urban Energy, dat heet COBANET. En in dat project wordt ook heel specifiek gekeken naar, de afkorting betekent koele warmtenetten, wat je met dit soort netwerkprincipes kan, ook voor de Nederlandse situatie. Samen met TU Delft, Energy Go, Mijnwater was daar ook lid in, en BSH hebben we dat project uitgevoerd. Het is bijna klaar. In het project komt een handboek met een technische ontwerprichtlijnen. Er komt een decision support tool in met een multi-stakeholder, net de contante waardeanalyse. En een WakenWiki met verschillende onderwerpen. En ook wordt laten zien hoe in verschillende casussen in Nederland dit principe toegepast wordt. De website www.coanet.nl geeft daar meer informatie over. Als ik hem nou even oppak waar Mark ook zijn verhaal mee hield. Hè, zei van, wij zijn een hele als koploper begonnen met een netwerk, maar moeten wij nou precies de buizen en de techniek die we in Heerlen gebouwd hebben gaan verspreiden en zeggen iedereen moet het precies zo bouwen, want dan doe je een nieuw, innovatief warmte-koude netwerk. Feitelijk hebben we gezegd, ook in het project D2 Grids is dat niet wat wij willen. We willen eerder gaan kijken hoe zijn we in Heerlen tot dat principe gekomen. En we hebben ontdekt dat we daarin een aantal uitgangspunten gevolgd hebben. Het eerste uitgangspunt is, sluit nog die energiekringloop. Waarom zou ik op mijn dak warmte wegblazen als mijn buurman het nodig heeft en de buurman blaast koude weg terwijl ik dat nodig heb? Koppel dat aan elkaar. En als die warmte en die koude verliezen dicht bij elkaar zitten, heb je daar snel een business case op. Tweede was van, laten we nou proberen gebouwen die van binnen 20 graden moeten zijn en buiten is het misschien 0 graden, die moet je 20 graden opwarmen. Gaan we daar continu vlammen voor stoken die 1000 graden heet zijn? Dan kun je eerst de industrie mee bedienen en dan komt de restwarmte uit. Dan kun je met de restwarmte alsnog die gebouwen doen. Dus gebruik die laagwaardige energie om gebouwen mee te verwarmen en te koelen. Derde, het sturen op vraag. Hè. Zeg van, eigenlijk moet je geen energie gaan genereren als die vraag er niet is. Dus probeer bottom-up te werken. Ga pas energie genereren op het moment dat de vraag ontstaat. Vraag gestuurd opwekken eigenlijk. Vierde, de interactie. En dat is voor ons, we zijn een all-electric netwerk. Dus al heel snel heb je warmte, koude, warmtapwater en elektriciteit aan elkaar verbonden. Kijk over die sectoren heen. Maar je zou ook aan transport kunnen denken. Auto's verliezen heel veel warmte als ze rijden. Als we die auto's nou 's nachts opladen, dan kunnen we die warmte op een nuttige manier weer inzetten. En het vierde, ga lokaal. Kijk eerst wat er in je voortuin en je achtertuin aan energie is. En ga dan pas plannen optuigen of het ook in de Sahara kan, of dat het van de Noordpool kan komen, hè, of van heel ver weg. Ga in cirkels van binnen naar buiten. Feitelijk vanuit deze principes, en dan sla ik deze over, want die heeft Mark al toegelicht. Vanuit die principes kun je door gaan denken en zeggen van, dan zou ik dus, dan moet ik KPI's, performance indicatoren ontwikkelen waarmee ik dan systemen kan gaan beoordelen of ze goed scoren op die vijf principes. Dit is nog weer even een plaatje die ook gebruikt is in het CoNet project. En als we dan kijken en zeggen van we willen de stad ook verdelen. Hè, uiteindelijk komen we terecht bij een woning of een kantoor of een industriegebouw, bedrijfsgebouw.
En waar ga ik met die temperatuur omhoog? En dat wil ik feitelijk pas zo laat mogelijk doen. Maar het betekent wel dat ik ook op wijkniveau en op stadsniveau, dus op die verschillende niveaus, heb ik eigenlijk bronnen en wil ik graag energie bufferen en in stapjes naar de woning toewerkend omhoog gaan met die temperatuur. Dan moet je ook, als je dat systeem wil definiëren, aangeven wat je systeemgrenzen zijn. Want dat heb je nodig om er een beoordeling op te plakken. Dus dat is ook een onderdeel van het D2Gids-project, waar we nu feitelijk in het begin je heel veel tijd in gestoken hebben. En geef aan waar zitten je systeemgrenzen. En vervolgens kan je dat doen voor thermisch, maar ook voor elektriciteit en voor CO2. En als je dan doorgaat, dan kun je zeggen, dan kan ik een soort formules gaan ontwikkelen. En de formule ziet er redelijk ingewikkeld nog uit, maar het is eigenlijk een hele simpele formule. Die zegt van, als ik over die systeemgrens van buiten een hoeveelheid energie moet toevoegen, en ik bedien daar een vraag mee, en ik kan dan goed aangeven wat eigenlijk de referentie is van die vraag. Wat zou het zijn als ik het bijvoorbeeld met aardgas moest doen? Dan kan ik daar een parameter op plakken, hoe goed dat netwerk scoort op basis van die energie die ik er uiteindelijk van buitenaf in moet stoppen. En dan zijn er een aantal aspecten, zeg van ja, die elektriciteit kan misschien, dat doen wij in Heerlen ook, voor de helft van buiten komen, maar we hebben ook eigen zonnepanelen. Dus die hoef ik dan feitelijk niet mee te tellen. De volgende stap is dan om dan te gaan monitoren. Dus als we zonnecellen hebben, als we windmolen in het systeem hebben staan, waarmee we onze eigen elektriciteit maken, wat gebruiken we om warmte pompen en dan pompen, dat je al die energiestromen in beeld krijgt en daarmee op een ontwerp van zo'n district heating cooling network een beoordeling kan gaan geven. Dit zijn even wat lijstjes. Dan kun je gaan kijken en zeggen van nou, we hebben in ieder geval elektriciteit. Wat komt er dan allemaal in dat systeem? Ik ga dat niet één voor één behandelen. Maar bijvoorbeeld op dat tweede aspect, die laagwaardige energie, zou je ook iets moeten gaan scoren. En de tweede tabel hier, die geeft dan bijvoorbeeld een ranking aan en zegt van nou, als we thermische energie kunnen hergebruiken, dan is dat een hele goede bron. Of laagwaardige aardwarmte kunnen gebruiken, is dat een hele goede bron. En het slechtste is als we helemaal op het einde op een hoge temperatuur fossiele brandstoffen gaan verbranden. Feitelijk zijn dit de gedachtenstappen die nu volgen. En we hebben daar nog geen kant-en-klaar antwoord bij. Zover is het project nog niet. Maar wat we wel gaan doen op de 5 pilots die we hebben. En dat is in Nederland, Glasgow, Parijs, Bochum in Duitsland en in Nottingham in Engeland. Dat we op die 5 pilots dit gaan toepassen, gaan kijken, geeft dat ons het goede beeld? Om daarmee tot een soort labeling te komen van vijfde generatie netwerken. Dan ga ik even een stapje doormaken naar wat we dan in Heerlen doen. Om te laten zien, dit plaatje is het Maankwartier, hier hebben wij ons kantoor. Maar het is eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld van wat we eigenlijk willen bereiken met de vijfde generatie. Omdat het hele complex, 50.000 vierkante meter, zit een hotel in, zit een supermarkt in, zit ongeveer 100 woningen in en een kantoren en het station van Heerlen. Dus we hebben gemengde functies waartussen we energie makkelijk kunnen uitwisselen. En dan heel goed kunnen laten zien wat vijfde generatie netwerken doen. Feitelijk in het eerste jaar dat we hier energie gingen leveren, hebben we gezien dat 80% van alle energie in dit complex van binnen werd geleverd. En we maar voor 20% van buiten hoefden toe te voeren. Hoe zijn we begonnen? We zijn eigenlijk op het idee gekomen dat we mijnen gingen gebruiken in Heerlen en diep in de mijn warm water konden oppompen en van hogere lagen koud water. In het begin deden we dat in een switch-over systeem, dus 'winters gingen we daarmee verwarmen en 'zomers koelen. Maar bovengronds moesten wij steeds verder groeien. We deden toen 50.000 vierkante meter en nu doen we er 250 en we moeten misschien wel 1 miljoen vierkante meter gaan doen op korte termijn. Dus we moesten nadenken hoe we dat bovengrond slimmer gingen doen. En een van de dingen is om dat ondergrondse waterreservoir ook als buffer te gebruiken. Dus die bron en niet alleen 's winters warm water op te pompen, maar ook soms weer warm water terug te pompen. Dat noemen we nu Mijnwater 2.0. Dus het is het systeem waarbij we het ondergrondse watervolume als batterij gebruiken, maar natuurlijk ook nog een stukje aardwarmte uithalen. Die bronnen, dat zijn twee rode puntjes in deze sheet en twee blauwe puntjes, de koude bronnen. Die hebben wij in Heerlen verbonden met een backbone. Dat is de gele lijn op dit plaatje. En op die backbone hebben we energieuitwisselstations gebouwd, waarmee we 4 clusters van gebouwen op dit moment bedienen.
Dat is de status quo nu, waarmee we ongeveer 250.000 vierkante meter gebouwen bedienen. Kijken we naar dit plaatje, dan is dit het toekomstperspectief. En we zijn er ondertussen heel ver mee. De financiering daarvan is bijna rond. Dat we zeggen, we gaan nu richting 10.000 tot 15.000 woningen aansluiten. We breiden het netwerk uit van Heerlen naar grotere gebieden in Heerlen, maar ook naar Kerkrade en naar Brunssum, dus in Parkstad Limburg. En in Brunssum zijn we feitelijk dit hele netwerk zonder mijnwaterbron begonnen om te laten zien dat vijfde generatie niet alleen uitgevoerd kan worden als je mijnen hebt, maar het ook zonder kan, omdat het in het netwerk eigenlijk de kracht zit van het hele principe. Oh, dit plaatje komt onvolledig over. Daar hadden twee cirkels in moeten staan. Daar gaat iets mis. Feitelijk is dit wat we in Heerlen doen. En we hebben daar een dubbel ringsysteem. Op dat dubbel ringsysteem zit bij elke eindgebruiker een energiecentrale. En dat kan één gebouw zijn, maar dat kan ook wel bijvoorbeeld een rij woningen zijn of een flatgebouw. En die energiecentrale die wisselt warmte en koude uit met dat gebouw. Als die warmte levert, komt er koude terug. Maar je kan ook op elke plek laagwaardige restwarmte invoeren. En ook als je bijvoorbeeld thermische zonnepanelen ergens in de stad hebt, kun je die direct koppelen op dat netwerk. Op deze sheet staan ook verder de voordelen. Die ga ik vanwege de tijd nu ook niet allemaal benoemen. Maar dat kan iedereen eens even rustig thuis voor zichzelf nalezen. En dit is een schematische weergave van hoe dat netwerk dan werkt. Als we kijken, rechtsboven zien we wat tuinbouwkassen. Stel, die tuinbouwkassen hebben warmte nodig. Dan gaat in die kas een pompje lopen. Die trekt uit dat clusternetwerk warm water. Dus dat water stroomt niet eens als die kas geen warmte nodig heeft. Dat begint te stromen omdat daar een pompje aangaat. Als daarnaast een ander fabriekgebouw staat die koeling nodig heeft, gaat ook daar een pompje lopen die uit het koudwatercircuit water trekt. Waardoor automatisch die twee gebouwen hun warmte en koude met elkaar gaan uitwisselen. Is dat niet een balans, dan, of in ieder geval de balancering gebeurt in dat uitwisselstation wat wij clusterkelders noemen. Daar wordt hydraulisch gebalanceerd, maar ook als er een energietekort is in zo'n cluster, wordt het met andere clusters vereffend. En lukt dat niet, dan gaan we uiteindelijk helemaal terug naar de mijnwaterbron. Moeten we dan heel veel doen? Ja, Mark zei dat ook al, die woningen moeten geschikt zijn. Maar in onze filosofie zeggen we, doe de dingen die je makkelijk kan doen. Dus het dak kan je vaak makkelijk van buitenaf isoleren. Glas kan je makkelijk van buitenaf vervangen. Je kan een kruipruimte vullen, een spouwmuur vullen. En wat er dan gebeurt, is dat je kijkt met dit soort maatregelen, dat een woning die dan heel slecht is van een label F al bijvoorbeeld naar C gaat. Maar wat wij belangrijker vinden, de radiatortemperatuur gaat omlaag van 90 naar 70 graden. Vervolgens, dat is wel een ingewikkelder, willen wij die koude lucht die overal van buiten komt gaan vervangen door gebalanceerde ventilatie. En het, nu gaat er weer wat mis, vallen de dingen weg, zie ik. Maar goed, ik zal het verhaal vertellen. Ik probeer maar even door te klikken totdat ik de hele sheet heb. Goed, die koude buitenlucht vervangen door gebalanceerde ventilatie. Dat betekent dat we veel minder hoeven op te warmen. Maar ook dat die temperatuur op die radiatoren weer omlaag kan. En dan zijn we eigenlijk op het punt, zeggen, als het onder 50 graden zit, dan kunnen wij daar met een warmtepomp aansluiten op een mijnwaterachtig netwerk. En dan gaan we eigenlijk van een label A naar energie neutraal, afhankelijk van wat we voor bron gebruiken. In dit plaatje zien we aan de linkerkant zo'n woning die een referentie gemiddelde woning heeft 20.000 kilowatt nodig. Met dat soort stappen zoals ik net vertelde zou je er zo 6.000 kilowattuur per jaar af kunnen halen. Dus dan moeten we er nog 14 invullen. Maar we gaan zomaar zo koeling geven die we weer terughalen om 's winters warmte mee te dekken. En we voegen industriële restwarmte toe. Dus feitelijk brengen we op die manier in de stad de hele resterende behoefte terug naar pak een beet 7000 kilowattuur voor een woning. En dan hebben we een systeem met lauw water en wat een hele hoge prestatie geeft op de warmtepompen, zodat we elektrisch nog maar 2000 kilowattuur nodig hebben. Plus een beetje voor de koeling. En dit is een hele potentieel krachtige strategie als je in de stad wil verduurzamen. Want 2000 euro per kilowattuur kun je bijvoorbeeld uit 10 zonnepanelen halen. Ik zie de voorzitter kijken. Ik ben bijna aan het eind van mijn betoog. Ik laat nog een paar plaatjes zien. Dit zijn wat voorbeelden van onze energiecentrales waarin we warmtepompen gebruiken. En in het midden ziet u eigenlijk wat we dan uiteindelijk in een woning nog doen. Een heel klein booster warmtepompje
500 watt met een boilervat voor het warm tapwater. De grotere installaties gebeuren op complex niveau voor de ruimteverwarming. Dit is zo'n clusterkelder, uitwisselstation. Dat wordt prefab gemaakt, wordt 's ochtends vroeg geplaatst. Deze is afgelopen januari geplaatst. Dan komt er een kant-en-klaar kit in uit de fabriek, gaat de deksel erop, wordt de grond aangevuld. En dan hebben wij binnen 2 dagen zo'n installatie aangebracht op locatie. En dat was het eind van mijn verhaal. Dankjewel, Herman. Hartstikke mooi.